Welkom bij een nieuwe video. En ik heb vandaag deze nieuwe puzzel ontvangen. Puzzel van Jan van Haaster, 1000 stukjes. Het is 20 januari 2024. En deze puzzel heet De Bakkerij, oftewel de Bakery. En bijzonder, de tekenaar is Mars Gremmen. Dit is inmiddels zijn derde puzzel die hij voor Jumbo maakt. De andere puzzels die hij maakte waren De Kapper en Celebrate Pride. En ik vind ze heel leuk, die Mars Gremmen maakt. Er zitten ontzettend veel spannende en leuke elementen in. Echt een zoekboek, heel gedetailleerd getekend. Ik word daar heel blij van. En deze ziet er ook weer ontzettend leuk uit die hij heeft gemaakt. Deze is ook uitgegeven in 2000 stukjes. Ik heb hem vandaag ontvangen. En terugkerende elementen van Mars Gremmen zijn het kleine rode Jumbo-olifantje en het ijsvogeltje. Ik heb al even op de doos gekeken, ze zitten er allebei in. Bij de eerste puzzel was hij die vergeten, bij de kapper. Dat was hij het ijsvogeltje vergeten. Nou, dat was één keer, maar dat gebeurde hem niet weer. Ik heb vandaag deze ontvangen en er zitten nog in. Natuurlijk de puzzelstukjes in de doos in een papieren zak. Maar ook een plastic zipzakje waar je de puzzelstukjes in kunt doen. En een mooie kaart, want die is voor de verjaardag van Jan van Haasteren zelf. Ja, wat wordt hij toch alweer oud, hè? 88 wordt hij op 24 januari. En je kunt dan nu iets voor Jan zelf tekenen. En deze kun je dan opsturen. Je kunt hem een persoonlijk bericht bijzetten om hem te feliciteren. Je moet hem dus voor 20 januari terugsturen. Dan hebben ze nog een paar dagen om het te verwerken aan JVH Puzzels. Ja, hele leuke actie van René Swet met zijn winkel. En ik denk dat er weer heel veel inzendingen komen om Jan te feliciteren hiervoor. Nou, dat zit er dus bij als je tegenwoordig een puzzel bestelt. Ik ga deze puzzel maken. Dit is De Bakkerij 1000 stukjes.